Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe vlog voor jullie. En dit keer ga ik niet alleen, ik ga samen met Mila, want wij gaan voor NS een dagje Snapchat vloggen. Want we waren daarvoor uitgekozen, dus niet gesponsord, niet weet ik veel. Gewoon omdat we het heel erg leuk vinden en dan gaan we tienertouren en we gaan langs een paar plaatsen in Nederland. Ik ga nu eerst Mila ophalen en dan ja, gaan we Snapchat vloggen voor NS. We gaan wat opdrachten doen en daarmee neem ik jullie soort van een beetje backstage en dat is vast wel leuk om te zien. Mila zag mij niet eens. Dat kan toch niet, jongens? Kijk, we nemen vandaag de NS Jongerentour over. Ja, dat heb ik al verteld. Ik heb net al een snap gemaakt. Echt? Oh ja. Hoi allemaal, ik ben Mila en ik ga vandaag het Snapchat-account van NS overnemen. Ik doe vandaag een jongerentour, maar niet alleen. Ik doe het samen met mijn beste vriendin Mandy, die heel erg ver weg woont. En daarom is een NS Jongerentour juist heel erg voordelig. Want daarmee kan je gewoon naar je verre vrienden die ver weg wonen reizen. En heel delig, dat is super fijn. En vandaag ga ik de steden Leiden, Den Haag bezoeken. En ik neem jullie de hele dag mee, dus hopelijk kijken jullie allemaal mee. En ik heb er zin in. We hadden wel probleempjes in de ochtend, want het wachtwoord werkte niet. Maar nu werkt het. Dus nu kunnen we iets later weg, maar het is allemaal gelukt. Ja, en vorige week zijn we ook al een dagje weg geweest. En toen heeft Mila de jacht. Ja, die vlog is heel leuk geworden. Is ook heel erg leuk. Dus die kunnen jullie ook zien. Staat ook vandaag online. Staat ook vandaag online. Nou, in het i'tje, beschrijving. Die is ook super leuk geworden en heel grappig. Dus hopelijk gaan jullie die ook kijken. Want we gaan vandaag naar Den Haag en Leiden. Nou, de trein is gestopt. We gaan nu naar Den Haag. Let's go! Ik moet me even filmen dat ze hier doorheen loopt. Yes! Eerste klas, maar ja. We gaan de eerste klas. Dat zijn wij te laag voor. We zijn skeer. We gaan hier zitten. We zitten in de trein. We hebben hem gehaald. We hebben een overstap op Den Haag en de treincontrole aan. Maar Mila wil heel graag even de outfit showen. Dus komt hij aan. Dit is Mila haar outfit. Jeetje, poep! Mooi zeg, halleluja. Sokken van een monkey. Monkey, die is er vorige week gekocht. Jack en de jasje Boomerjack, Patches Broek. Ja. Ook een nieuw shirt. Ook leuk. Deze broek, vorige week gekocht ook. Deze broek vorige week gekocht. Shirt. En ik vind het echt lekker, leuk. Dus ik kom uit Amerika van buren. En leuk, we gaan nu de trein in. Let's go. We zijn in Den Haag Centraal en we gaan nu naar de stad toe en daar gaan we hele leuke dingen doen. We willen namelijk een soort van kleding voor elkaar gaan uitzoeken. En een kledingswap en dat doen we op Manny's in haar vlog en nog een apart video op mijn kanaal. Ja, bij twee andere winkels en dan gaan we voor elkaar een outfit uitzoeken waarvan we dus niet weten. Nou, ze hebben hier ook nog kunst in Den Haag. Oeh. Kunst. Ook kunst. Nog meer kunst. En waar vind je dat? In Den Haag! Nou, Mila gaat in het hokje tegenover mij. En we hebben allebei dezelfde broek. En nog iets, gaan wij even passen. Wacht. Alleen ben niet heel leuk shirt. Ik ga kijken of ik die ook nog kan hebben. Ja, ik vind het wel leuk. Het hangt heel anders of zo. Cool. Je hebt echt wel coole bekers. Hoe doe je hier water in? Dit is echt leuk. We zijn dus in de solo. Dat is echt een winkel. Allemaal hebben dingetjes. Het is ook super groot. Echt nog beter dan Action. Ja, gewoon. Echt cool. Oh, Mila laat het weer vallen. Wow, je hebt ook nog een bovenverdieping. Het is echt groot, maar daar gaan we niet heen, want we hebben niet zoveel tijd. Nee, maar kijk, dit is leuk, hè? Cool. Nou, Mila in de hemel hoor. Hallo. Het ruikt zo lekker weer. Hier zitten echt bloemetjes in. Oh, deze ruikt lekker jongens. Ruik maar. Lekker hè? Ja, ik vind het ook. Hij weet of je het lekker vond. Jongens, dit is mijn fave.
gebruiken hier. Oh, kijk hoe mooi. Kan je meteen gebruiken als blush? We staan nu in het Binnenhof. Bij de regering, de ministers. En Mila wil hier super graag heen. Nou, het ziet er wel mooi uit. Ja, een beetje cultureel doen. Nou, ja, een beetje cultureel doen. Niet alleen maar shoppen hoor. Maar, ja, maar snap, dat zie je nu. Jongens, tv hier. Er komen waarschijnlijk mensen van politiek hier uit. Want hier is de Tweede Kamer. En bewaking. En ja, ik ben benieuwd wat hier... Nou, de mensen, ik heb de zaal gehoord wat er gezegd wordt. En wij dachten ook in actie. Er stond echt zo'n man met een hoesje, echt zo'n oude man. En die gaat, ja, die is volgens mij niet helemaal goed in zijn hoofd. Hij stond hier voor de vrijheid en hij ging papieren geven aan de regering. Dan konden ze er wat mee doen. Hij allemaal dingen geschreven. Naar de Obama, naar het Witte Huis heeft hij hier geschreven. Om het allemaal te vertellen aan allemaal mensen. Echt zo'n, het was niet helemaal goed. Maar aan de ene kant wel schattig, maar het is wel een beetje eng en gek. Maar wij gaan even iets eten, denk ik. Ja, want we gaan zo meteen weer richting Leiden. Dus gaan we lekker trainen. De mensen bij Binnenhof gingen weg, dus wij gaan nu lekker eten, want lunchje moet ook gebeuren. En het ziet er heel erg leuk uit. Ja, we zijn... Oh, ik ga die omdraaien. Ja, en hier. Patatjes, lekker. Nou jongens, we hebben ons eten en het ziet er super lekker uit, ja, hè? Ja, heel lekker. Gaan we nu lekker opeten. Manny heeft de knoflook, ik heb de guacamole. Lekker. En? Lekker. Lekker, aanrader. Laatste patatje. Nou, wat lekker. Nu gaan we naar Leiden. Dag daarna. Hallo Leiden. Nou, we zijn in Leiden. En we gaan zitten even. Maar er kwam ineens een vrouw. Ik stond blijkbaar op de weg. Het was niet echt de weg. Het was gewoon een stoep. Maar toen wilde iemand overheen fietsen. Ik had even een mooie shot te filmen. En toen kwam er zo'n vrouw. Pardon, sta midden op de weg. Voor je baby. Babykleertjes. Joris. Wordt het jongetje of meisje? Ja. Even kijken. Leuk jurkje. Ja, jongens. Kom er wel mee. Nee, kom er niet waar natuurlijk. Oh, zie je het aan mijn buik? Dat was een grapje. Je hebt hartstikke dunne buik. Nou, ik heb patat gegeten, dus of die zo dun is. We staan nu hier in Leiden voor de Poel en Beer. En daar gaan we dus een outfit uitzoeken, ook voor de Snapchat. En ja, dat hebben we ook gedaan bij Mila de video dus. In Den Haag bij de Monkey, dat is ook heel erg leuk. Maar nu gaan we hier dus een outfit zoeken en ik ben heel erg benieuwd. Want dat van net leek alsof ik met de ruimte meeging. Ja, dat staat nu op mijn kanaal. Komt ja. Op mijn kanaal. Dat kunnen jullie daar zien. Wij gaan nu hier naar de Poel en Beer, dus naar binnen. Draagt nooit gatenbroeken. Ik weet ook niet wat ze van gatenbroeken vinden, maar ze draagt het nooit. En deze is lekker extreem en ik ben heel erg benieuwd hoe deze broek haar zou staan. Die neem ik mee. Hier liggen allemaal shirtjes en dit is geel met blauw en volgens mij heeft Mila nooit zoiets aan, dus misschien neem ik deze wel. Even nog verder kijken. Bij de broek wil ik een leuke trui en ja, hier staan een aantal leuke truien. Wat is nou? Hier zijn nog meer leuke dingetjes. Maar ik vind deze heel erg leuk met New York City. Ja, ik ga hem in M doen, een beetje oversized. En ja, dan neem ik die broek en deze trui. En Manny draagt zulke dingen nooit, dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, ik zie Manny. Maar ik mag niet kijken. Maar ik geef even de telefoon aan Manny. Ik kan ze even laten zien wat ze voor mij heeft gehaald. Dit vind ik ook wel heel apart. Ik zie Mila nooit in zoiets, dus ik denk dat ik deze ga pakken voor haar. En dan een wit shirtje erbij. Nou, hier zijn allemaal tasjes. En ik ga hiervan eentje uitkiezen. Ik twijfel tussen dit rugtasje en dit tasje. Lekker zilver, lekker opvallend. Welke zou ik nemen? Ik weet niet. Ik denk toch dit rugtasje. Ik neem deze. En ik ben klaar. Je hebt die, die
en die. Maar groen is een keertje wat anders, dus ik neem deze groene. Manny en ik gaan passen. We hebben alles in onze handen. En ja, ik ben ook benieuwd. Jullie zien het zo. Wauw. Ik vind het wel vet op zich hoor. Die gaten. Hele andere Manny. Heel anders. Wel leuk toch? Wat vind je er zelf van? Ja, het is heel anders. Deze, vooral die gaten. Dat zou ik echt zelf nooit kopen eigenlijk. Ja, ik kook eigenlijk niet, maar wel leuk. Ik ben ook Ik heb voor Mila nog even een ander shirtje uitgekozen, want die ander was echt, ja, was een meet, zeg maar. Ik vind het best wel leuk staan hoor. Wat vind je er zelf van? Het is op zich wel leuk. Die broek. Ja, op zich is het leuk, maar ik zou het niet zo snel dragen. Ja, ik vind het wel cool. Ik vind het leuker dan mijne, denk ik. Nou, we hebben geweldige outfits voor elkaar uitgekozen. Ik heb ook nog één shirtje gekocht. Die kan ik echt niet meer kopen, alleen maar een ijsje bij de Shirl. Wij gaan nog eventjes een vlogje maken voor de Snapchat van NS. Want als je lid bent van NS, krijg je waarschijnlijk zo'n boekje. Ja, met kortingscodes. En wij hebben een Shirl genomen. Ja, dan krijg je de tweede Shirl gratis. Want wij hebben dus nu allebei een medium Shirl. Ja. En heel erg lekker, die gaan wij nu opeten. En nu zitten we weer op het station, want dan gaan we bijna naar huis. Maar dit is het laatste. Dus ja, erg lekker. Zo komen onze YouTube kanalen, link is van ons. Dus als je... Ik ben nog aan het vloggen. Yes. Dus en, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, ja, laat een reactie. Want je Tier Tour is zeker een aanrader. Want ja, het was heel erg leuk. Ik kan heel veel doen op één dag. En het is niet zo dus ik had wel echt super leuk. Dan 3 dagen was helemaal leuk. Wij gaan naar huis. Ja, laat ik weten wat jullie van onze Snapchat vlogs vonden. En je kan ons vinden op YouTube. En ook deze vlog. En die andere vlog. En de video's. Ja, hartstikke leuk allemaal. Bedankt voor het kijken allemaal. Doei! Nou, was het weer. Wij gaan ook even met de trein naar huis. Dag NS, wat leuk. Super bedankt. Waar gaan we heen? Oh, niet een stiltepeen, dat kunnen wij niet aan. Ja, het was echt een hele leuke dag. Ja, het was super leuk. Ik vond het echt super leuk. NS, heel erg bedankt dat wij dit mochten doen een keertje. En Team Tour is ook echt zeker een aanrader als je dat leuk vindt. Gewoon lekker reizen door Nederland. Ja. En ja, je kan in ieder geval van, ja, oké, wat vonden we ook van Leiden? Ik vond Leiden wat minder. Leiden was minder leuk. Ik vond Den Haag leuker dan als Leiden. Als je tiener te doen, moet je denk ik naar Rotterdam-Den Haag gaan. Ja, ik vond Leiden, ik had meer verwacht van Leiden. Ja, dat was misschien meer een beetje. Ja, was heel erg leuk. NS, bedankt nogmaals. En jullie bedankt voor het kijken. Ja, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Ook te abonneren op Mila. En ja, de volgende keer weer te kijken. Ja, doei! Bedankt voor het kijken.